Het zal ook niet meer zo relevant zijn om te weten wat echt is en wat digitaal is. De eerste keer dat ik het web mocht ontdekken, was toen ik door mijn ouders uitgenodigd was op hun werk, waar ze een computer hadden die verbonden was met het internet. En dan via Netscape, een vroege browser, en via AltaVista, een zoekmachine, nog voordat Google bestond, kon ik via zoektermen websites ontdekken, kon ik afbeeldingen inladen en dat was een hele ervaring. Dus het internet opende plots mijn ogen voor het feit dat dat soort informatie plots beschikbaar zou zijn voor iedereen. En ik besefte ook dat er een enorm potentieel was om dingen te maken, om dingen te doen, om mensen met elkaar in contact te brengen. En gewoon dat gevoel, dat voelde aan als avontuurlijk, alsof we stonden aan het begin van iets heel groots en iets heel nieuws. Het internet heeft ervoor gezorgd dat ik een ondernemer geworden ben, omdat ik dus nog steeds dat gevoel heb bij nieuwe technologische innovaties. Dus ik zie voor mezelf, het is alsof ik geen andere optie heb dan die opportuniteiten te gaan verkennen, om nieuwe dingen te proberen. Ik denk dat dat de reden is waarom ik begonnen ben. Voor de wereld heeft het web een enorme betekenis gehad. En dus waar het internet verschijnt, waar het World Wide Web verschijnt, daar krijgen mensen toegang tot meer kennis en meer informatie dan daarvoor. En dat heeft er consequent toe geleid dat op die plaatsen waar het internet toekomt, dat kindersterfte naar beneden gaat, dat extreme armoede naar beneden gaat, dat analfabetisme daalt en dat het welzijn van mensen verhoogt. Om te beginnen heeft het ervoor gezorgd dat het web nu binnen handbereik is van iedereen. We hebben allemaal letterlijk het internet in onze broekzak zitten. Ten tweede is het zo dat dankzij de smartphone het internet ook toegang heeft gevonden in werelddelen zoals Zuid-Amerika, Afrika, China en Indië, waar men de pc nooit echt heeft omarmd, waar de pc nooit echt is doorgebroken, maar de smartphone wel ervoor heeft gezorgd dat iedereen toegang kan hebben tot het internet. Dan zou ik eigenlijk terug gaan kijken naar de oervader van het World Wide Web, en dat is Tim Berners-Lee. Hij heeft het web uitgevonden, is altijd een leidende stem geweest en heeft recent ook een nieuwe start-up gelanceerd en die heet Solid. Solid past in een bredere beweging waarin er op een nieuwe manier gekeken wordt naar privacy en het gebruik van data van mensen, waarin de gebruiker meer in controle is en waar er veel meer transparantie is in wie jouw data gebruikt. Ik denk dat we vooral moeten kijken in de richting van artificial intelligence en augmented reality en vooral in de combinatie van die twee, waarbij we naar een toekomst evolueren waarbij ons denken direct verbonden zal zijn met kunstmatige intelligentie. Als we rond ons kijken, ook dat we dingen zullen zien die er echt zijn, maar ook virtuele beelden, dus digitale beelden. En dat we ook evolueren naar een toekomst waarin we het verschil tussen beiden niet meer zullen zien. Het zal ook niet meer zo relevant zijn om te weten wat echt is en wat digitaal is. Dus een echte mengvorm tussen onze zintuigen en ons denken vandaag en wat de computer daaraan bijbrengt. Heel concreet kan je daarvoor gaan kijken naar Apple doet met Siri, wat Amazon doet met Alexa en Google met Google Assistant vandaag bijvoorbeeld. Dat zit nog in een heel, heel vroeg stadium, maar dat zal steeds sterker aanwezig zijn in onze beleving en in alles wat we doen. Een van mijn internethelden is zeker Mark Andreessen. Iemand die cruciaal is geweest in de ontwikkeling van het internet, omdat hij eigenlijk aan de wieg stond van de browser, wat eigenlijk een stukje software is om te surfen op het internet. Hij heeft eerst Mosaic opgericht en daarna lag hij ook mee aan de basis van Netscape, wat de browser naar een breed publiek heeft gekregen. Iemand die 20 is, zou ik eigenlijk heel graag eens Second Life willen tonen. Second Life was een 3D-wereld in de browser op het internet, waar je met een avatar rondliep
met andere mensen kon chatten, waar je grond kon kopen en huizen bouwen. Ik denk dat mensen, jonge mensen nu onderschatten hoe langer al gepionierd wordt op het internet met dat soort technologie.